Welkom bij het webinar over hardware. In deze webinar staat hardware centraal en gaan we kijken welke hardware goed bruikbaar is in het basisonderwijs met betrekking tot programmeren. Voordat we wat dieper op hardware kunnen ingaan, kijken we eerst even naar de combinatie van hardware en software. Deze twee vormen namelijk een hele belangrijke eenheid en goed functioneren is van belang om die twee goed op elkaar af te stemmen. Het verschil is eigenlijk, heeft te maken met de ene kunnen we echt apparatuur noemen, die zijn tastbaar. En de software, dat is eigenlijk de programmatuur, dat zijn zaken die niet tastbaar zijn. Om een vergelijk te maken met ons menselijk lichaam, zou je kunnen denken aan onze gedachten. Onze gedachten sturen onze armen en benen aan. In die zin zijn onze gedachten de software, die kunnen we niet vastpakken, maar die zijn wel degelijk aanwezig. En de hardware, onze armen en benen, die worden aangestuurd door onze gedachten, die zijn wel tastbaar, die kunnen we wel zien. En op deze wijze, met deze metafoor, kunnen we ook kijken naar hardware en software. De focus van deze webinar zal vooral liggen op de hardware. En op die manier zullen we ook het programmeren bekijken. Toch is even goed om te kijken naar bijvoorbeeld onze computer. Als je daarnaar kijkt, dan zie je toch twee soorten hardware. Hardware aan de binnenkant en hardware aan de buitenkant. Aan de buitenkant zijn dat de bekende dingen, zoals een beeldscherm, maar tegelijkertijd ook een toetsenbord of een muis. Allemaal zaken die tastbaar zijn, die vast te pakken zijn. In onze computer zitten ook allerlei hardware. Niet goed zichtbaar, maar zodra je de kap van de computer eraf zou halen, zijn die ze wel degelijk te zien. En dan moet je denken aan de harde schijf, aan een videokaart, dat soort zaken. En die combinatie wordt onder andere ook duidelijk. Stel dat je een game wil gebruiken, spelen op je computer, dan is de videokaart van belang. En kijk je naar de specificaties die bij een game horen, dan zie je vaak ook dat erbij staat welke videokaart of aan welke minimale specificaties de videokaart moet voldoen om een game goed te kunnen spelen. En daar zie je al dat de combinatie van enerzijds hardware en software belangrijk is. We bouwen dit een beetje op via voorbeelden. En ik wil beginnen met een voorbeeld in de onderbouw. Een voorbeeld in de onderbouw is onder andere de B-Bot. De B-Bot is een heel robuust ding. Je ziet de afbeelding hierboven en een aantal van jullie zullen hem vast kennen. En met deze B-Bot kun je met jonge kinderen prima programmeren. Eigenlijk is het niet echt programmeren, wij noemen het ook een unplugged programmeren. Maar je geeft met knoppen die aan de bovenkant van deze bij zitten, geef je wel opdrachten. En zodra je de hardware dan in beweging zet, dan zie je ook gelijk de instructies die worden uitgevoerd die je hebt gegeven. En daardoor zie je heel direct een relatie tussen de opdracht die je geeft, zeg maar de software, en de beweging die daarop volgt van de B-Bot, de hardware. En zo zie je heel snel het resultaat. En via trial and error kun je heel snel, en ook voor leerlingen, wordt heel snel zichtbaar. Ik geef die en die opdracht, hij voert het uit. Oh, het is niet goed, ik pas het aan. En op die manier is eigenlijk het eenvoudige programmeren, wat er eigenlijk geoefend. Dit unplug programmeren is relatief heel eenvoudig. Je hoeft het woord programmeren eigenlijk niet eens te gebruiken. Je laat de B-Bot dingen doen die je graag wil. En je kunt met deze B-Bot ook opdrachten geven, bijvoorbeeld om hem over een landkaart te laten gaan. En op die manier, omdat de stapjes die hij maakt vastliggen, kun je als het ware ook de B-Bot integreren, bijvoorbeeld bij het vak aardrijkskunde. En dan laat je die B-Bot van de ene plaats naar de andere gaan. Andere voorbeelden die je zou kunnen gebruiken in de onderbouw, en dit is alleen om een soort overzicht te geven, sommige bij jullie vast wel bekend, is onder andere de Ozobot. De Ozobot die geeft je als het ware opdrachten met strepen, met kleurcodes, en kinderen kunnen dan met de stift lijnen trekken en de Ozobot volgt dan de lijnen. De instructie zit eigenlijk dan verstopt in de kleurencodes die je aangeeft met je stift. Een andere zou kunnen zijn een dash en dot.
daar heb je dan ook, zeker als je wat wil programmeren, want daar kan het al zeker, een iPad voor nodig om hem verder te sturen. Ook ruimte, want die vraagt van meer ruimte, er zitten wieltjes onder en hij loopt als het ware dan door de ruimte heen. Een andere vorm zou kunnen zijn de Pleo. Voor al deze vier geldt dat er veel materiaal beschikbaar is. Dus als je denkt, nou hier zit er eentje bij, daar kan ik wat mee in de praktijk. Google naar deze vormen en dan kun je kijken wat materiaal erbij hoort en of het geschikt is voor jouw klas. Kijken we naar de middenbouw. Dat is een van de voorbeelden die al in het oog springt, is Lego Mindstorm. Lego Mindstorm is natuurlijk gemaakt door het bedrijf Lego. En ze doen daar heel lang allerlei zaken rond. Maken van geprogrammeerde poppetjes, autootjes. En Lego Mindstorm is daar een vorm van. Dat kan op een hele eenvoudige manier. Kinderen kennen Lego vaak al. Ze kunnen op een hele speelse manier in aanraking komen. Met allerlei autootjes die je opdracht geeft. Er kunnen sensoren aan geplakt worden. En eigenlijk zou je in de middenbouw al kunnen beginnen met eenvoudige vormen. En je kunt het oplaten lopen, zeg maar, ook naar de bovenbouw toe. En zelfs in het voortgezet onderwijs wordt er nog allerlei zaken getest met Mindstorm. Het is ook breed uit te programmeren op verschillende manieren. Mindstorm heeft onlangs nog weer extra talen toegevoegd. Dus programmeertalen bedoel ik in dit geval. Dus zou je daar mee verder willen gaan, dan is dat heel goed mogelijk. Heel veel scholen doen ook mee aan de Lego League. Lego League geeft dan allerlei opdrachten en daar zou je aan mee kunnen doen met je school of met een klas, net wat je zou willen. Dus heel veel variatiemogelijkheden zijn er met Lego Mindstorm. De al eerdere Dash & Dot, die zou je ook kunnen gebruiken in de middenbouw. Een andere vorm is de Makeblock. Die lijkt wel wat op de autootjes die je ook bij Lego tegenkomt. Ook zeer goed te programmeren. En in de Makeblock zit onder andere Arduino. Daar komen we straks bij de bovenbouw nog wel even op terug. Dus je ziet dat je ook een hele mooie doorgaande leerlijn rond het programmeren kunt opbouwen binnen je school. Afhankelijk waar je wilt beginnen en wat past bij je leerlingen die je hebt. En Lego Mindstorm hebben we al eventjes besproken. Komen we bij de bovenbouw. Ook bij de bovenbouw zijn er allerlei hardware die je zou kunnen gebruiken om het programmeren vorm te geven. Eentje ervan die ik hier wil uitlichten is de Microbit. De Microbit is van Engelse origine en is ontwikkeld door de BBC. In Engeland is het programmeren al verder in het onderwijs doorgevoerd dan in Nederland. En daar is ook heel veel materiaal beschikbaar en leerlingen kunnen op een eenvoudige manier daarin programmeren. Ze kunnen zelf allerlei dingetjes bouwen en op het plaatje wat je ziet, dat is eigenlijk het printplaatje wat de basis vormt, daar kun je met eenvoudige middelen allerlei materiaal aan toevoegen, allerlei sensoren en kun je allerlei zaken maken. Je kunt dan denken aan een beeldkant of iets dergelijks en kinderen vinden het heel leuk om die opdrachten uit te voeren. Het is goed programmeerbaar en er zit ook voordat je echt aan de prompt gaat programmeren, kun je ook met blokeditors kun je eenvoudige stappen maken met programmeren. Nou, ook Lego Mindstorm, dat heb ik al bij de middenbouw genoemd, maar is hier ook een prima vorm om natuurlijk voor te zetten, omdat het steeds complexer kan worden. Lego heeft dat heel mooi opgebouwd. Een ander voorbeeld zou de Makey kunnen zijn. Werkt qua idee wel iets af van de Microbit, is meer een controller. Ook daar zijn mooie voorbeelden van, zowel op YouTube als ook lesmateriaal is dan ook beschikbaar. De Microbit heb ik al even genoemd. En de Arduino en de Raspberry Pi, dat is echt wel de volgende stap. Misschien nog wat net iets te ver weg voor het basisonderwijs. Maar om de doorgaande lijn hiermee te illustreren, zou je daar eenvoudige dingen mee kunnen maken. En ook in het voortgezet onderwijs wordt veel van de Arduino en Raspberry Pi gebruik gemaakt. En deze bieden heel veel mogelijkheden, zelfs ook in het MBO. En echt programmeren op een diepe manier is zeer goed mogelijk. Nou, om een korte samenvatting te geven wat we in een notendop nu voorbij hebben zien komen, zou je kunnen zeggen dat alle vormen die we net de revue hebben laten passeren, het logisch redeneren activeert. Op een speelse manier wordt nagedacht over het oorzaak- en gevolgdenken.
En in programmeertaal de if-then-else constructie, die je overal weer tegenkomt. Sluit erg goed aan bij kinderen die het leuk vinden om te puzzelen, om te bouwen, te proberen. De opdrachten richting de leerlingen kun je eenvoudig maken en je kunt ze steeds een graadje complexer maken. Differentiëren is dan ook heel goed mogelijk met de hardware die hier net voorbij kwam. Het programmeren kan heel speels, wat ik al aangaf. En je kunt ook heel goed stoppen met het deel en je kunt even testen. Hè. De Beanbot kwam ook voorbij. Je ziet gelijk het resultaat. Je ziet gelijk wat hij uitvoert. Is het niet goed? Probeer het opnieuw. De creativiteit van leerlingen wordt zeker aangesproken. En heel veel leerlingen zullen ook met plezier ontdekkend leren met deze hardware. Verder is ook wel goed om te noemen dat het aansluit bij de 21st Century Skills. En dit is heel goed te integreren met andere vakken. En past natuurlijk ook heel goed bij techniek en wetenschapsontwikkeling. Nou, ik ben me bewust dat dit een heel kort overzicht is van alle mogelijkheden die er zijn. Het overzicht is ook zeker niet uitputtend. Maar mocht er aanleiding zijn voor vragen, stel ze gerust. Dan gaan we daar straks verder dieper op in. Bedankt voor jullie aandacht voor dit overzicht.